How are you? I'm very well, thank you. He's from England. Wales. Wales. Oh my God. Yeah, Camry and Beth. Yeah. Yeah. You're a mate of Lennon and McCartney. I don't know them personally, but I'm a fan van. Ze hebben goede muziek geschreven. Geweldig muziek, ja. Fantastisch, tijdloos. Dat horen we nou ook weer, hè? Hey ja, Jude. Ja. Want wij hebben een paar van die Beatles in onze repertoire, dus... Altijd goed, hè? Altijd goed. Altijd. Maar jullie hebben ook Hoempa in jullie repertoire. Nee, nooit. Want wij kennen Sam, dat waren vroeger overigens de Sint-Anneke-mannetjes, dat is heel lang geleden. Lang geleden, ja, 1998. Ja. Overgeschakeld naar Sam. Maar Sam, die speelt wel degelijk, hij zegt nou van niet, maar ze spelen wel Hoempa en Polonaise muziek. Want we gaan zo meteen nog even met jullie praten, maar Team B, het is aan jullie de beurt om mee te doen aan So You Think You Can Hoss. Team A. Ellen, wilde jij een pet opzetten met een A erop morgen? Het is de B van Bas. Het is de B van Bas en de A van Ellen. Juist. Dames en heren, Sam en Team A van Ellen gaan het wedstrijdonderdeel So You Think You Can Hoss doen. Daar gaan we. Oké, we gaan ervoor. Rock and roll.
Ja, dat was Samsam, pretband Samsam. Bij ons uit het Kielegat. www.samsam.info, daar kunnen ze op bereiken. En we staan inmiddels bij de jury. Ellen, wat vindt de jury hiervan? Ik ga het eens even vragen aan dit leuke meisje naast me. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het wel heel goed. En je kon ook zien dat ze heel goed geoefend hebben. En ze hebben allemaal bijna dezelfde kleren aan. En... ik ga het ook nog even aan de buurvrouw van me vragen. Wat vond jij er eigenlijk van? Wat vond je goed of wat vond je minder goed? Heb je tips? Nou, ik vind het heel goed gaan. Ik vond het leuk dat jullie ook leuke pasjes hebben gedaan. En ja. Ja, dat klinkt dan goed, hè? Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ja. Bas, heb jij nog iets? De buurvrouw. Nou, Rebecca, vertel eens. Vond je ze net zo goed als Happy Metal? Nou, dat zeg ik. Ik vond ze allebei heel goed, maar eentje vond ik wel beter. Maar dat, en welke zeg ik niet? Nee, welke zeg ik niet? Oh, dat blijft nog spannend tot het einde. Ik wou zeggen, ik zou het ook niet zeggen. En dan nu, wat is de tussenstand? Ja, dat weten we nog niet helemaal, denk ik. Of wel? We gaan... Nou, voor team A is het 188. En voor team B... voor team B is het 165. Ja! Maar zover zijn we nog niet, want jullie kunnen nog van alles doen... bij de teams om als winnaar uit de strijd te komen. We gaan eerst nog eventjes terug naar pretband Samsam, want die staan nog op het podium. En die gaan voor ons nog één nummerke spelen. Samsam! Ben Samsam uit het Kielegat, de smaakmakers van menig carnavalsfeest
hier in de wijde omgeving. Maar ook zomers zijn ze actief bij braderietoestanden, noem maar op. SamSam kunnen altijd en overal tegenkomen. Herenthout, België zijn ze vaste klant volgens mij. SamSam, hartstikke bedankt. We moeten snel verder, want we lopen verschrikkelijk uit dankzij die huwelijksaanzoek. Ja, hebben we een maling aan gewoon, dat we uitlopen. Toch? Halen we morgen, doen we wat minder. Maar we gaan even kijken of de teams alweer bij de desk staan. Ja, heel de teams compleet. Ik zag ze net met elkaar dansen en hossen, dus dat is wel, wel erg spontaan. Normaal gesproken zouden we nou doen ren je zot en houd hem vast. Maar daar hebben we helaas geen tijd meer voor. Dus we gaan het anders doen. Ik stel een vraag. Ben ik te verstaan voor de leden? Ik stel een vraag. Wie het eerste het antwoord geeft, roept keihard, die krijgt er 20 punten bij. Ellen? Ellen? Ellen, ja. Heb je het gehoord? Ja, wij krijgen er 20 punten bij. Nee, je krijgt... Ho, ho. Als je het goede antwoord... Oh, dat was ik even... Oké. Hier komt de vraag. In welk dorp... Prinsenhagen. Keihard. In welk dorp is het carnavalsontbijt? Prinsenhagen. Bavel, Ginneke, Roosendaal, Etten-Leur. Wie zei Ginneke? Prinsenhagen. Ginneke zei u, hè? Ginneke, ja, Ginneke. Hé, we zijn hier ook Ginneke. Ik heb hier Ginneke. Dus, 20 punten erbij voor het team van Ellen. Sorry. Ik heb ook Ginneke geroepen. Maar niet hard genoeg dan toch? Of te laat? Nee, eerder dan hun. Dat meende niet. Ah, die punten mogen ze wel hebben. Bas, weet je wel? Als we nou eens ieder 10 punten erbij geven, is dat een idee? Ja. SamSam. Jury. SamSam. Jury. Jury. We doen het SamSam. Ieder 10 punten erbij. Vind ik wel. Vind ik wel verdiend. Ja. Toch? Ja, en dan gaan we nu naar een volgende artiest. Ondanks dat we uitlopen, hebben we toch nog een artiest. Huppatee. Het zijn er eigenlijk twee. Dames en heren, mag ik u aandacht voor duo Quats? Jawel! Met z'n allen, la 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 la, la 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 la.
Ja. Ik worstel mij even door de mensenmassa's heen. Ja, onvoorstelbaar. Hadi mannen. Hadi andere mannen. Hallo. Hoe is het? Goed. Goed. Zijn jullie nou zo groot of ben ik nou zo klein? Oh nee, wacht. Nee joh. Zie je wel. Hoe is het met uw kwart? Ja, goed. Gaat allemaal goed. Goed. Ja. Druk. Druk, ja. En ja. Toch nog tijd gevonden om bij Baronie TV in de bord op school te komen. Ja, gewoon even naar jullie toe. Is toch gezellig? Zeker. Ja. En je komt er nog eens mee op televisie, hè? Zo is het. En dat gebeurt ook niet alle dagen natuurlijk. He? Waar gaan we vanavond nog helemaal naartoe? Vanavond? Nou, vanavond hebben we een heel fijn avondje. Oh, ik moet die meneer. Die meneer. Ja, dat is goed. Dat mag ik maar. Sorry, ik wist niet dat je kwaad werd. Nou, ik hoef niet zo dik te maken. Vanavond maken wij een rustig avondje van. Oké. Ja, we gaan lekker thuis op de bank zitten. Dat is ook leuk. Mag je niet tv kijken? Ja. Ja, maar je bent, als je thuis bent, ben al gewist. Hè? Dus dan zullen we. Ja, even... daarom ook. Ja, maar goed, we zijn al een paar dagen bezig. En vanavond hebben we een rustpuntje in ons optreden. Dat heb ook nodig. En dan de komende dagen dan gaan we er weer tegen. Je moet een beetje doseren, toch? Ja, zo is het. CD's in het vooruitzicht? Of? Ja, wij denken continu aan CD's. Dat denkt je constant. Ja, zeker. En dat gaat komen ook. De laatste nieuwe. Dit was de laatste nieuwe, hè? Ja, deze kende ik nog niet. Nee. Oké. Okay. Ja. Mooi toch? En die je nou gaat zingen, want daar komt er nog een, toch? Jazeker. Ja, die kende. Welke is dat? Nergens naartoe. Nergens naartoe? Ja, die is van vorig jaar. Ze gaan vanavond nergens naartoe. Ze blijven lekker op de bank hangen. Maar nu zijn ze nog even bij Baronie TV. Dames en heren, duo Kwats. Nergens naartoe. We gaan weer 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 nergens naartoe. Waar gaan jullie naartoe? We gaan weer nergens naartoe. We gaan weer nergens naartoe. Ja, zo gaat het alle dagen. Maar je hoort ons echt nooit klagen. Ons krijgen ze niet gek, want dan blijven we gewoon op ons plek. We zouden samen naar een feestje gaan, maar die auto die liet ons lekker staan. Er zijn altijd problemen met dat ding, met de accu, het stuur of koppeling. We pakten toen de fiets van oma Koos, twee lekker banden, dus dat was waardeloos. We konden dus alweer niet weg. Dit is gewoon weer domme pech. We gaan weer nergens naartoe. 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 Ja, zo gaat het alle dagen, maar je hoort ons echt nooit klagen. Ons krijgen ze niet gek, want dan blijven we gewoon op ons plek. We gaan weer zonder te wachten op de bus, maar die kwam echt niet dus. We gingen toen heel snel naar tante Jo, die gaf ons haar scootmobiel cadeau. De eerste 80 meter ging perfect. Je kon ons volgen waar de accu had gelekt. De achteras die was helaas gebroken. Dat hele kleren ding begon toen flink te roken. We gaan weer nergens naartoe. 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 Ja, zo gaat het alle dagen. Maar je hoort ons echt nooit klagen. Ons krijgen ze niet gek, want dan blijven we gewoon op ons plek. Waar gaan we naartoe? We gaan weer nergens naartoe. 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 Ja, zo gaat het alle dagen. Maar je hoort ons echt nooit klagen.
Ons krijgen ze niet gek, want dan blijven we gewoon op ons plek. Ons krijgen ze niet gek, want dan blijven we gewoon op ons plek. Hoppa! Hoppa! Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Graag gedaan, graag gedaan. En jullie bedankt. Duo Kwats was dat. En we gaan weer nergens naartoe. Nee, dat snap ik. Ach, Baronieten van je op had staan, hoefde nergens naartoe. Kunnen gewoon lekker thuis op de bank blijven. Hé, daar staan hier allemaal kabouters ineens. Oh nee, toch niet. Nou, het einde zit eraan te komen van de eerste aflevering van Meeuw Bord op Schoot. Blijf reageren via facebook.com/baronietv. Of twitteren en via Instagram van alles sturen kan ook. Hashtag baronietv. Ik moet allemaal even spieken, want mijn computer doet het niet altijd, Ellen. Dus dat is het. Ondertussen heb ik hier de voltallige jury, dames en heren, naast mij staan. En jullie mogen nog even jullie naam zeggen. Sjaantje, Rebecca, Helmien, Knorretje. Hey! Deze jury, hoor eens, voor jullie. En misschien dat de metalband ook nog wel iets heeft. Geen headbanger meer? Nee. Ja, toch wel. De jury is naar rijberaad. Smaakte goed, want er lagen Snickers en Fristie hebben ze. En Jacques en Chips, zag ik. En, ja, alles. We hadden alles. We hadden van alles. Dus zo kopte dan een jury om, zeg maar. De jury heeft de uitslag. Ik ben erg benieuwd. Jullie mogen. Ik ga aftellen en dan mogen jullie zeggen welk team dat er gewonnen heeft vanavond. Goed? Let op. Daar gaan we. 1, 2, 3. Welk team heeft er gewonnen? Dat bedoel ik. Team A, de winnaar vanavond bij de eerste aflevering van Mobos Meeuw Bord op Schoot en uw poten op tafel. Ja, ze zijn helemaal uitgelaten. Grote verslagenheid bij de metal mensen. Ja. We gaan nog een kijk. Ja, ik ben de jury niet. Ik bedoel, hier staat hij. En hier staan ze, dus je mag ze kiel halen wat mij betreft, als je het er niet mee eens bent. Nou heb ik wat gezegd hoor. Maar we zijn nog niet helemaal mee klaar met Mobos, want we gaan eruit met een feestje. Verzorgd door Mr. Nightlife en wij zien jullie morgen graag terug. Gaan we dan, jongens. Oh. Allemaal lekker de polonaise, jongens. De laatste keer van vanavond. Van de tent naar de kroeg, ja het is nog veel te vroeg om weer naar huis te gaan. Vandaag is het feest en al is het mooi geweest, we gaan nog langer niet naar huis. Van de tent naar de kroeg, ja we hebben tijd genoeg en als het haartje heeft gekraaid, dan is het feest voor mij en duiken wij in. Ik hou van op zijn tijd een lekker feestje, dat is goed voor mijn humeur. De hele winter lekker apres-skiën, met de zomer voor de deur. Elke dag gezellig barbecue, en s'avonds naar de kroegie toe. En we gaan een beetje zwaaien, jongens! Van de tent naar de kroeg, ja het is toch veel te vroeg om weer naar huis te gaan. Vandaag is het feest en al is het mooi geweest, we gaan nog langer niet naar huis. Van de tent naar de kroeg, ja we hebben tijd genoeg en als het haartje heeft gekraaid, dan is het feest voorbij en duiken wij in bed en we maken dolle pret. Drinken mag alleen nog maar met mate, nou die heb ik meer dan zat. Die houden net als ik wel van een feestje en een glaasje gerstenat. Ja, we gaan weer aan de zwier, want het is zo gezellig hier. En die handen die gaan weer omhoog, komt hier! Van de
tent naar de kroeg. Ja, het is nog veel te vroeg om weer naar huis te gaan. Vandaag is het feest en al is het mooi geweest. We gaan nog langer niet naar huis. Van de tent naar de kroeg. Ja, we hebben tijd genoeg. En als het haartje heeft gekraaid, dan is het feest voorbij en duiken wij in. Ja la 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 la, ja la 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 la. En we blijven zwaaien, jongens. Ja la 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 la, ja la 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 la. Van de tent naar de kroeg, ja we hebben tijd genoeg. En als het haantje heeft gekraaid, dan is het feest voorbij en duiken wij. Dankjewel!